Pilpoesch heeft besloten om dit seizoen niet terug te keren in het reguliere seizoen van de Eredivisie. De ploeg uit Meijel wil niet spelen en trainen tijdens de lockdown. De volleybalbond verzocht Pilpoesch om het besluit te heroverwegen, maar de club koos er als enige club voor om dat niet te doen. Om redenen dat speelsters, een aantal speelsters aan coronabedden staan, in de zorg werken. Een aantal speelsters die thuis wonen en die kwetsbare ouders hebben. En dus daar is een natuurlijke neiging dan om te zeggen van wij willen die mensen beschermen en wij vinden het niet verantwoord onder de huidige omstandigheden om met meerdere mensen te trainen en ook te gaan reizen, want dat is dan ook de consequentie. Eerder liet Pilpoesch weten de trainingen niet te hervatten en geen competitiewedstrijden te spelen. De Nivopol heeft begrip voor dat besluit, maar stelt dat lange uitstel niet mogelijk is. Mogelijk mag Pilpoesch wel later deelnemen. Maar het zal waarschijnlijk geen competitie meer zijn, hè? Want de huidige eerste competitieronde loopt tot eind februari. En dan vanaf begin maart gaat, zoals dat heet, de degradatiepool lopen en de kampioenspool. Kampioenspool zijn 4 ploegen, degradatiepool zijn andere 6 ploegen. Wij hebben dan geaccepteerd op voorhand dan in die degradatiepool terecht te komen. Dat zal geen degradatiepool meer heten waarschijnlijk, zal play-outs of play-offs zijn. Omdat de bond inmiddels ook al heeft besloten dat niemand zal degraderen. En diegenen die een licentieaanvraag zullen indienen voor het volgende seizoen 21-22, die kunnen volgend jaar gewoon weer divisie spelen. En Pilpoesch doet daar zeker aan mee. Ja. Andere clubs besloten na druk van de volleybalbond om wel vanaf komend weekend in actie te komen. Het gaat dan om de volleybalsters van Vast uit Gennep en Sint-Antonis en zowel het mannen- als vrouwenteam van VCN in Capelle aan de IJssel. Op van de andere kant wel begrijpelijk. NOC-NSF heeft bewerkstelligd dat topsporters mogen gaan spelen. Het kabinet is daarin meegegaan. En als er dan clubs zijn of teams zijn die zeggen van ja, dat doen wij hier mee. Ja, dat is natuurlijk een beetje tegen zeer en been. Daar hebben zij zich niet voor ingespannen. Dus die druk begrijp ik ook wel. Wij zien geen reden om van het eerder genomen besluit af te wijken. En zeker nu die Britse variant rondwaart, al helemaal niet meer. Niet alleen voor de eredivisiespelers van Pilpoesch kan er niet gesport worden. Ook de andere afdelingen van de Meijelse sportvereniging kunnen niet trainen of wedstrijden spelen. De jeugd die missen natuurlijk de mogelijkheden tot contact, tot sporten op dit moment. En niet alleen de jeugd, ik merk dat ook heel erg veel bij heel veel vrijwilligers. Die de kans om elkaar te ontmoeten bij de wedstrijd en na die wedstrijd in het Rabo Sportcafé, ja, dat ontbreekt. Dus iedereen kijkt er met groot verlangen naar uit dat die vrijheid weer komt. Het zal nog wel even duren, maar ja, er wordt echt naar uitgekeken. En je merkt het ook aan de jeugd. Hè. Gisteravond hadden we nog een speler op bezoek. De jeugd die mist het ontzettend. Hè. En dan is er nog verschil. Als er dan de jeugd zijn die alleen zijn, al helemaal. Hè. Dan slaat de eenzaamheid toe. En dat is ontzettend jammer. Maar ja, het is even niet anders.